Deze uitgeprocedeerde Irakezen zijn boos. Ze zijn vanuit heel Nederland naar Ter Apel gekomen om aandacht te vragen voor hun zaak. Ik woon hier bijna 7 jaar in Nederland en ik heb gewerkt. Ik heb gestudeerd. En dan, hier gaan we gewoon zomaar op straat. Dat kan gewoon niet. Ik ben hier omdat ik heb, ik kan nergens slapen. Behalve hier, hier zijn tenten. Kan ik lekker inslapen. Een groep van 76 Irakezen heeft anderhalve week geleden te horen gekregen dat ze Nederland moeten verlaten, omdat het in Irak veilig genoeg zou zijn om terug te keren. Een groot deel van die groep staat nu bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, want volgens hen is het helemaal niet veilig in Irak. Je weet maar nooit, als je op straat loopt, op elk moment misschien je gaat dood, dat weet je ook niet. Daarom wij zijn hier naartoe. Als ons land veilig is, dan ja, wat doen we hier? Als ons land veilig, als ons land zo veilig als hier, wat doen we hier? Wij gaan gewoon naar ons land terug. Marianne Badhoorn heeft een noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Emmen en ondersteunt de Irakezen. Zij zorgt voor tenten, drinken en eten. Ja, we worden overspoeld met mensen in Emmen op dit moment die op straat worden gezet. Het Rapel stuurt ze door naar Emmen toe. En Emmen, ja, die kan er niks meer mee, het zit gewoon vol. Dus het is, ja, en mensen horen gewoon niet op straat. Eind vorig jaar was Badhoorn ook al betrokken bij een soort gelijk protest van Somalische asielzoekers. Die groep mocht opnieuw asiel aanvragen. Een aantal kregen een verblijfsvergunning. En daar hopen deze Irakezen ook op. De goede oplossing. Dat we gewoon een oplossing krijgen. Dat we die mensen kunnen gewoon hier leven. Maar niet op straat. Dus ze kunnen niet terug en ze mogen niet blijven. En ze worden op straat geklinkerd. Ja, en dan verdwijn je niet zomaar. Net als de vorige groep blijven deze mensen ook gewoon bestaan. De gemeente Vlagtwedde houdt de zaak in de gaten.